meteen de songwriter van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Wij krijgen onze meldingen binnen via 144. En dat is in de breedste zin van het woord. En dat gaat eigenlijk allemaal over huisdieren en hobbydieren. En dat gaat over bijvoorbeeld de huisvesting. Als de huisvesting van een dier niet goed is, dan gaan wij zorgen dat het beter wordt. Dus dan kunt u denken aan een konijn in een heel klein hok. Wat er heel vies uitziet bijvoorbeeld. Dan gaan we zorgen dat en een schone huisvesting wordt en een grotere huisvesting. Het kan ook zijn dat het dier niet goed verzorgd wordt in de zin van dat een dier ziek is. Kijk, een dier mag natuurlijk ziek worden, maar dan moet je er wel mee naar een dierarts. En als die persoon dat niet doet, dan gaan wij zorgen dat die persoon naar de dierarts gaat. En als die dan niet gaat, dan krijgen ze bijvoorbeeld een termijn. En zouden ze dan niet gaan, dan gaan wij. Linksom of rechtsom het dier wat de nodige zorg wordt onthouden, dat moet naar een dierarts. Dus linksom of rechtsom, het gaat naar de dierarts. Nee, de beelden die op de laptop staan, dat zijn beelden van vervuilde huisvestingen, dieren die niet goed verzorgd werden, ongeschikte huisvestingen, waar wij verbeteringen kunnen aanbrengen of in het ergste geval dieren hebben moeten weghalen, omdat er geen verbetering mogelijk was. Mocht u dieren zien die niet goed verzorgd worden, kunt u altijd melding maken bij meld.144. U kunt de dierenpolitie op Instagram volgen en ook de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn te volgen op social media. En dan allemaal over de boer. Hoe die heet? Dat is een chipje. Ja. Ja. Binnen. Deze rol om een keer mee te nemen. Nee. Slot de weg. Oh, je bent nog geweest. Oh, schoon. Ja. Oh, had je gebroken pootje. Ja, die ja, is net gevallen. Hier is alleen wat van schieten. En dan, deze armpje. Pik hem maar. Ja. Oh. En dan wikkelen. Juist. Hoi, ik ben Joyce. Ik ben vrijwilliger bij de dierenbescherming in Spijkenisse. We staan nu op de open dag en we proberen eigenlijk een beetje wat meer naamsbekendheid te krijgen voor Dierenbuddy. Dat is ook onderdeel van de dierenbescherming. En het is gewoon nog niet zo bekend onder de mensen en dat proberen we nu dus wat meer bekendheid voor te krijgen. Ja, we willen Dierenbuddy echt wat meer onder de aandacht brengen, omdat het gewoon niet zo bekend is. En het is een heel mooi initiatief voor de mensen, ook een stukje eenzaamheid, een stukje sociaal, even een praatje maken met de mensen. En je zorgt gewoon dat hun een diertje thuis kunnen behouden, dat ze er geen afstand van hoeven te doen. Het is een stukje gezelligheid en je helpt die mensen daarbij om voor ze te zorgen dat ze een diertje thuis kunnen houden. En dat is voor mens en dier is dat gewoon fantastisch. We zijn nog op zoek naar dierenbuddies in verschillende regio's. Eigenlijk, we zijn op zoek naar vrijwilligers voor dierenbuddies. Maar ook als je een hulpvraag hebt als ouder of als je lichamelijk beperkt bent, dat we als vrijwilliger dan minimaal één keer in de week hulp kunnen bieden. Zo'n hond uitlaten, de kattenbak verschonen. Dat kun je dus allemaal terugvinden op de site van de dierenbescherming.